Surveillante Sander en René zijn net met hun dienst begonnen als ze opeens de passagier in een Daewoo Matisse een peuk uit het raam zien gooien. Daar vinden wij ook ooit van, toch? Ja hoor. Het was de passagier die dat deed. Ik ga mee naar een tankje. Sander spreekt de man aan. Oh, meneer, goedemorgen. Mag ik uw rijbewijs even erin zagen, alsjeblieft? Oh, wat is er aan de hand? Daar komen we zo even terug. Als u uw rijbewijs... Wat is er aan de hand? Dus. Je houdt me niet van lul aan. Ik hou u niet van lul aan, dat klopt. Waar is dat voor? Even gaan we Even één tegelijk. Eén tegelijk. We gaan niet neidig worden, niks aan de hand. Nee, ik vraag alleen wat we zitten met een paard dat het net zijn kaak gebruikt. Rij een beetje door. Dat is niet zo vrij. Ik sta aan deze. Ik ga er geen spelletje van maken in ieder geval. Ik wil graag uw rijbewijs zien, maar u zegt, ik wil het eerst weten waarom. Uw bijrijder, want ik wil graag van u ook een legitimatiebewijs, die gooit een peuk uit het raam. Dat vind ik gewoon niet netjes. Hebben jullie niks anders te doen? Ja. Sorry hoor. Kennelijk niet. Nee, een beetje boefjes vangen, je beter dan. Sorry dat ik het zeg hoor. Alsjeblieft. Dank u wel. U gooit een sigaret uit het raam. U bent niet tot antwoorden verplicht. Nee, ik geef me die boete maar. We zijn klaar. Wat wilt u daarover verklaren? Ik ga er helemaal niks over verklaren. Ik ga er niks over verklaren. Sorry, man. Kalle man. Nee. Kan je naar voren? Ik ben een grote kaak. Ik word net gemeld. Ja, dat is hartstikke vervelend. En dan gaan we nu sparen met 20 miljoen opschieten. Dan rij ik zo weg. Ja, kom. Trend. Rij maar weg. Ja, het gaat om mij. We gaan nog even wachten tot de collega even klaar is. Dan gaan we gewoon lekker verder rijden. Het gaat om mij, dus simpel. Ik heb toch niet gevraagd om elkaar, maar wel. Het enige beleefdheidsvorm is u ook wel vreemd. Kan je ons voorstellen wat er nou ligt te gebeuren daar? Dan was de oude hoer. Ik heb nooit gezeik met de politie en nou dit. Rijmaar, ik kom zo wel mee mijn neus toe, dienst Simmy. Nee, ik ga niet lopen, jij gaat nu mee. Oude hoer, ik heb toch gezeik. Want het duurt me te lang. Krijg ik nou een bekeuring? U krijgt geen bekeuring, die meneer krijgt een bekeuring. Nou, wat houden u nou vast? Ik denk dat het makkelijkste is dat je wel even kalm aan kan doen. Dan ben je ijs binnen een minuutje klaar. Nee, nou even onze situatie wat daar ligt, de kamperen van de pijn. De dierenarts is met spoed onderweg. Ja, doe nou eens even, niet dat de hele tijd zo. Die dierenarts gaat hem helpen, u gaat hem niet helpen. Nee, maar ik ben er wel graag bij. Ja, u bent er graag bij, dat is het. En, voor een paar en wij maken graag even dat werk even gewoon af. En even kalm, zonder dat dat... Zo, de hele tijd... Is die camera trouwens gehoord? Kijk, zo'n mij wil ik mooi afpakken. Ja, ik kan bijna niet tegelijk. Als je die peuk niet uit het raam wordt gegooid, dan we erachteraan kunnen gaan. Ja? Nederland politie staat. Mijn zwager kreeg... Joh, houd toch op, vent. Mijn zwager kreeg gelijk. Nederland politie staat. Dan ook normaal, hè? Of niet? Ik noem jou ook gewend. Wat is er mis met een vent? Nou, een hele vent? Degenereren vind ik dat. Degenereren? Ja. Dat vind ik wel, ja. Ja. Dus het is een zware bevalling, zeker? Ja, kappen mee gewoon. Ga lekker zitten. Ja. Simpel, ik wil naar de paard toe. U wil een verklaring afleggen? Nee, joh. Tegenwoordig heb ik een kank al aan het duren. Meneer, als het nou niet bevalt, dan moet u gewoon hier gaan verhuizen. Ik heb pensioen, ik kom naar Spanje, want mijn vrouw wil niet. Ze is al lang weg geweest hier. Want het wordt hier, ik heb het DDR gereden, op het buitenland. Hè? Ja. U had zo'n haast, weet u nog? Ik herinner u er even aan. Ik... Ja, nou... Maar u hebt ook de DDR gereden, ik heb Duitsland gewoond. De DDR hadden ze een regime. Ik krijg gewoon thuis die boete? Nou niet, ja, ik krijg thuis. Hetzelfde regime, goed nadenken. Nee hoor. En die boete is 90 euro of zo? 90 euro, ja. Ja? Ik ga hem vanzelf zien. Oké. Veel plezier. Helemaal goed. Dit verhitte tweetal mag hun weg vervolgen. De bekeuring voor het gooien van de peuk kost de bijrijder een bedrag van 90 euro.